1. Albert is de vader van Philippe. 2. Albert is de grootvader van Elisabeth. 3. Paula is de moeder van Astrid. 4. Paula is de grootmoeder van Joachim. 5. Astrid is de zus van Philippe. 6. Astrid is de tante van Gabriel. 7. Astrid is de dochter van Albert. 8. Philippe is de broer van Astrid. 9. Philippe is de nonkel van Amadeo. 10. Laurent is de schoonbroer van Mathilde. 11. Laurent is de zoon van Albert. 12. Nicolas is de neef van Emmanuel. 13. Nicolas is de kleinzoon van Albert. 14. Louise is de nicht van Elisabeth. 15. Louise is de kleindochter van Paula. 16. Claire is de schoonzus van Mathilde. 17. Claire is de schoondochter van Albert. 18. Lorenz is de schoonzoon van Albert. Oefening 2. Kijk naar de stamboom en de namen. Maak een zin en luister. Kijk naar de foto's en zeg wat iemand goed kan doen. Luister naar het voorbeeld. Nina kan goed zingen. 1. Mark kan goed lopen. 2. Louise kan goed koken. 3. Yoko kan goed viool spelen. 4. Diana kan goed zwemmen. 5. Peter kan goed fietsen. 6. Fumier kan goed strijken. 7. Laurens kan goed dansen. 8. Pedro kan goed voetballen. 9. Martina kan goed tennissen. Luister naar de dialogen. 1. Wie is de volgende? Dat ben ik. Dag mevrouw, zegt u het maar. Ik had graag een kilo tomaten. Zo, is dat alles? Nee, ik had graag nog een rode kool en een komkommer. Nog iets anders? Nee, dank u. Dat is alles. Hoeveel moet ik u? €3,90. 2. Wie is de volgende? Dat ben ik. Dag meneer, zegt u het maar. Ik had graag 3 hamburgers. Zo. Nog iets anders? Ja, nog 200 gram hesp, alsjeblieft. 6 sneden zijn 240 gram. Mag het iets meer zijn? Ja, dat is goed. Dat zal het zijn? Ja, dat zal het zijn. Hoeveel moet ik u? €7,35. Luister nog een keer naar de dialogen en zeg mee. Luister naar de dialogen. 1. Een stokbrood voor meneer, dat is €1,50. Alsjeblieft. Dat is gepast. Bedankt. 2. Alsjeblieft, mevrouw. 100 gram jonge kaas. Dat is €1,95. Alsjeblieft. Oei. Een briefje van 20. Kunt u niet passen? Ik zal even kijken. Ja, dat lukt wel. Dit is al €1 en nog €0,95. Alsjeblieft.
Dank u wel, mevrouw. 3. Alsjeblieft, meneer, 5 koffiekoeken. Dat is dan €3,25, alsjeblieft. Alsjeblieft. Oei, een briefje van €50. Hebt u niets kleiners? Ik heb geen wisselgeld meer. Nee, het spijt me. Ik kom juist van de bankautomaat. Luister nog een keer naar de dialogen en zeg mee. Luister naar de dialoog. Met Maas. Goedenavond, meneer. Ik heb uw advertentie in de Koopjeskrant gelezen. Is het bed nog te koop? Jazeker, mevrouw. Ik heb nog een paar vragen. Hoe breed is het bed? 1,60 meter. Is er een matras bij? Jazeker. Zijn er nachtkastjes bij? Nee. Hoe oud is het bed? We hebben het 6 jaar geleden gekocht. Wanneer kan ik eens komen kijken? Morgenavond misschien. Dat is goed. Wat is uw adres? Nieuwstraat 42 in Dessel. Oké, tot morgenavond dan. Dat is goed, mevrouw. Tot morgen. Luister nog een keer naar de dialoog en zeg mee. Oefening 1. Luister naar de vragen en antwoorden. 1. Hoe breed is de kast? 1,10 meter. 2. Hoeveel deuren heeft de kast? 2. 3. Hoe hoog is de kast? 1,85 meter. 4. In welk materiaal is de kast? In hout. 5. Hoe oud is de kast? 7 jaar. 6. Hoeveel kost de kast? €25. Oefening 2. Kijk naar de steekwoorden en stel de juiste vragen over de kast. 1. Hoe breed is de kast? 2. Hoeveel deuren heeft de kast? 3. Hoe hoog is de kast? 4. In welk materiaal is de kast? 5. Hoe oud is de kast? 6. Hoeveel kost de kast? Oefening 1. Luister naar de vragen en antwoorden. 1. Welke vorm heeft de tafel? Rond. 2. In welk materiaal is de tafel? In hout. 3. Hoeveel stoelen zijn er bij de tafel? 4. 4. Is er een kast bij? Ja. 5. Hoe breed is de kast? 95 centimeter. 6. Hoeveel kost de eetkamer? €50. Oefening 2. Kijk naar de steekwoorden en stel de juiste vragen over de eetkamer. 1. Welke vorm heeft de tafel? 2. In welk materiaal is de tafel? 3. Hoeveel stoelen zijn er bij de tafel? 4. Is er een kast bij? 5. Hoe breed is de kast? 6. Hoeveel kost de eetkamer? Oefening 1. Luister naar de vragen en antwoorden. 1. Welk bed heb je gekocht? Ik heb het bed met de matras gekocht. 2. Welke kast heb je gekocht? Ik heb de smalle kast gekocht. 3. Welk salon heb je gekocht? Ik heb het salon in leder gekocht. 4. Welke salontafel heb je gekocht? Ik heb de vierkante salontafel gekocht. 5. Welke matras heb je gekocht? Ik heb de eenpersoonsmatras gekocht. 6. Welk tapijt heb je gekocht?
Ik heb het tapijt in wol gekocht. 7. Welk nachtkastje heb je gekocht? Ik heb het brede nachtkastje gekocht. 8. Welke tafel heb je gekocht? Ik heb de ronde tafel gekocht. 9. Welke stoel heb je gekocht? Ik heb de stoel in hout gekocht. 10. Welke kleerkast heb je gekocht? Ik heb de kleerkast met spiegeldeur gekocht. Oefening 2. Kijk naar de foto's en stel de juiste vraag met welke. 1. Welk bed heb je gekocht? 2. Welke kast heb je gekocht? 3. Welk salon heb je gekocht? 4. Welke salontafel heb je gekocht? 5. Welke matras heb je gekocht? 6. Welk tapijt heb je gekocht? 7. Welk nachtkastje heb je gekocht? 8. Welke tafel heb je gekocht? 9. Welke stoel heb je gekocht? 10. Welke kleerkast heb je gekocht? Luister naar de dialogen. 1. Goedemiddag mevrouw, kan ik u helpen? Ik heb een mooi rood t-shirt in de etalage gezien. Kan ik het eens passen? Natuurlijk. Welke maat hebt u? Medium. Alsjeblieft mevrouw. Waar zijn de paskamers? De paskamers zijn achteraan aan de rechterkant. Is de maat goed? Ja, perfect. Ik neem het. 2. Excuseer mevrouw, kunt u mij helpen? Jazeker. Ik heb deze broek gepast, maar ze is te groot. Hebt u een maat kleiner? Welke maat hebt u? 54. Zo meneer, dit is een maat kleiner. Is de maat goed nu? Ja, maar de pijpen zijn te lang. Kunt u de pijpen verkorten? Zeker, meneer. Hoeveel kost dat? 7 euro. Goed. Wanneer is de broek klaar? Volgende week maandag. Dat is goed. Bedankt. Luister nog een keer naar de dialogen en zeg mee. Oefening 1. Luister naar het probleem en de vraag. 1. De broek is te klein. Hebt u een maat groter? 2. De broek is te smal. Hebt u een maat groter? 3. De mouwen zijn te lang. Kunt u de mouwen verkorten? 4. De pijpen zijn te lang. Kunt u de pijpen verkorten? 5. De broek is te groot. Hebt u een maat kleiner? 6. De broek is te breed. Hebt u een maat kleiner? 7. Ik vind de kleur niet zo mooi. Hebt u een andere kleur? Oefening 2. Kijk naar de tekeningen, formuleer het probleem en stel de juiste vraag. 1. De broek is te klein. Hebt u een maat groter? 2. De broek is te smal. Hebt u een maat groter? 3.
De mouwen zijn te lang. Kunt u de mouwen verkorten? 4. De pijpen zijn te lang. Kunt u de pijpen verkorten? 5. De broek is te groot. Hebt u een maat kleiner? 6. De broek is te breed. Hebt u een maat kleiner? 7. Ik vind de kleur niet zo mooi. Hebt u een andere kleur? Luister naar de dialogen. 1. Wat vind je van mijn nieuwe jas? Mooi, je staat er goed mee. 2. Wat vind je van mijn nieuwe broek? Mooi, je staat er goed mee. 3. Wat vind je van mijn nieuwe rok? Mooi, je staat er goed mee. 4. Wat vind je van mijn nieuwe hemd? Mooi, je staat er goed mee. 5. Wat vind je van mijn nieuwe muts? Mooi, je staat er goed mee. Luister nog een keer naar de dialogen en zeg mee. 1. Luister naar de vragen en antwoorden. 1. Is het een witte jas? Ja, dat klopt. Het is een witte jas. 2. Is het een geruite pyjama? Ja, dat klopt. Het is een geruite pyjama. 3. Is het een brede broek? Ja, dat klopt. Het is een brede broek. 4. Is het een geel kleedje? Ja, dat klopt. Het is een geel kleedje. 5. Is het een gestreept hemd? Ja, dat klopt. Het is een gestreept hemd. 6. Is het een kort t-shirt? Ja, dat klopt. Het is een kort t-shirt. 7. Is het een rode trui? Ja, dat klopt. Het is een rode trui. 8. Is het een lange sjaal? Ja, dat klopt. Het is een lange sjaal. 9. Is het een blauw vest? Ja, dat klopt. Het is een blauw vest. 10. Is het een smal badpak? Ja, dat klopt. Het is een smal badpak. Oefening 2. Kijk naar de tekeningen en het adjectief en stel de juiste vraag. 1. Is het een witte jas? 2. Is het een geruite pyjama? 3. Is het een brede broek? 4. Is het een geel kleedje? 5. Is het een gestreept hemd? 6. Is het een kort t-shirt? 7. Is het een rode trui? 8. Is het een lange sjaal? 9. Is het een blauw vest? 10. Is het een smal badpak? Oefening 1. Luister naar de vragen en antwoorden. 1. Van wie is deze pen?
Van mij. 2. Van wie is dit boek? Van mij. 3. Van wie is deze sleutel? Van mij. 4. Van wie is deze jas? Van mij. 5. Van wie is dit potlood? Van mij. Oefening 2. Kijk naar de tekeningen en stel de juiste vraag met deze dit. 1. Van wie is deze pen? 2. Van wie is dit boek? 3. Van wie is deze sleutel? 4. Van wie is deze jas? 5. Van wie is dit potlood? Oefening 1. Luister naar de zinnen en reacties. 1. Mijn potlood is goedkoop. Mijn potlood is goedkoper. 2. Mijn jas is warm. Mijn jas is warmer. 3. Mijn schoenen zijn proper. Mijn schoenen zijn properder. 4. Ik heb veel vrienden. Ik heb meer vrienden. 5. Mijn boekentas is zwaar. Mijn boekentas is zwaarder. 6. Mijn fiets is oud. Mijn fiets is ouder. 7. Mijn taal is gemakkelijk. Mijn taal is gemakkelijker. 8. Ik kan goed dansen. Ik kan beter dansen. 9. Mijn zoon is jong. Mijn zoon is jonger. 10. Mijn broek is nieuw. Mijn broek is nieuwer. 11. Ik maak weinig fouten. Ik maak minder fouten. 12. Mijn woordenboek is klein. Mijn woordenboek is kleiner. 13. Mijn haar is kort. Mijn haar is korter. 14. Mijn pen is duur. Mijn pen is duurder. 15. Mijn ring is mooi. Mijn ring is mooier. Oefening 2. Luister naar de zinnen en reageer met een comparatief. 1. Mijn potlood is goedkoop. Mijn potlood is goedkoper. 2. Mijn jas is warm. Mijn jas is warmer. 3. Mijn schoenen zijn proper. Mijn schoenen zijn properder. 4. Ik heb veel vrienden. Ik heb meer vrienden. 5. Mijn boekentas is zwaar. Mijn boekentas is zwaarder. 6. Mijn fiets is oud. Mijn fiets is ouder. 7. Mijn taal is gemakkelijk. Mijn taal is gemakkelijker. 8. Ik kan goed dansen. Ik kan beter dansen. 9. Mijn zoon is jong. Mijn zoon is jonger. 10. Mijn broek is nieuw.
Mijn broek is nieuwer. 11. Ik maak weinig fouten. Ik maak minder fouten. 12. Mijn woordenboek is klein. 13. Mijn haar is kort. Mijn haar is korter. 14. Mijn pen is duur. Mijn pen is duurder. 15. Mijn ring is mooi. Mijn ring is mooier. 1. Luister naar de vragen en antwoorden. 1. Wat vind je mooier? De ronde salontafel of de rechthoekige salontafel? Ik vind de ronde salontafel mooier dan de rechthoekige salontafel. 2. Wat vind je mooier? De witte zetel of de gebloemde zetel? Ik vind de witte zetel mooier dan de gebloemde zetel. 3. Wat vind je mooier? Het salon in leder of het salon in stof? Ik vind het salon in leder mooier dan het salon in stof. 4. Wat vind je mooier? De tafel in hout of de tafel in aluminium? Ik vind de tafel in hout mooier dan de tafel in aluminium. 5. Wat zie je liever? De bruine rok of de groene rok? Ik zie de bruine rok liever dan de groene rok. 6. Wat zie je liever? De rode riem of de zwarte riem? Ik zie de rode riem liever dan de zwarte riem. 7. Wat zie je liever? De bruine handschoenen of de rode handschoenen? Ik zie de bruine handschoenen liever dan de rode. 8. Wat zie je liever? De blouse met korte mouwen of de blouse met lange mouwen? Ik zie de blouse met korte mouwen liever dan de blouse met lange mouwen. 2. Kijk naar de foto's en luister nog een keer naar de vragen en antwoorden. Oefening 1. Kijk naar het appartementsgebouw en luister naar de zinnen. 1. Maria woont op de eerste verdieping. 2. Pedro woont op de tweede verdieping. 3. Mohamed woont op de derde verdieping. 4. Fomier woont op de vierde verdieping. 5. Emiran woont op de vijfde verdieping. 6. Rania woont op de zesde verdieping. 7. Abdel woont op de zevende verdieping. 8. Dalia woont op de achtste verdieping. 9. Montserrat woont op de negende verdieping. 10. Dorji woont op de tiende verdieping. 11. Harop woont op de elfde verdieping. 12. Monika woont op de twaalfde verdieping. 13. Irina woont op de dertiende verdieping. 14. Mark woont op de veertiende verdieping. 15. Jasmin woont op de vijftiende verdieping.
16. Julia woont op de 16e verdieping. 17. Mehmet woont op de 17e verdieping. 18. Serhan woont op de 18e verdieping. 19. Ginny woont op de 19e verdieping. 20. Lee woont op de 20e verdieping. Oefening 2. Kijk naar het appartementsgebouw en zeg op welke verdieping iedereen woont. Oefening 1. Luister naar de gsm-nummers. In 0494 534 740 2 04 75 853 362 3 0476 725 512 4 0499 959 750 5 0479 875 713 6 0473 235 189 7 0477 566 247. Oefening 2. Zeg het gsm-nummer. Luister naar de dialoog. Goedemiddag, meneer. Ik heb uw advertentie in de Koopjeskrant gelezen. Is het appartement nog vrij? Jazeker. Ik heb nog een paar vragen. In welke straat is het appartement? In de Kerkstraat. Op welke verdieping is het? Op de 3e verdieping. Hoe ziet de keuken eruit? Er is een gootsteen en er zijn enkele kasten, maar er zijn geen toestellen. Hoe ziet de badkamer eruit? Er is een bad, een lavabo met een spiegel en een wc. En is er ook een aparte wc? Nee, die is er niet. Zijn alle kosten inbegrepen? Nee, alleen water is inbegrepen. Elektriciteit en gas moet u nog apart betalen. Wanneer kan ik eens komen kijken? Zaterdag tussen 12 en 2. Oké, tot zaterdag dan. Bedankt voor de informatie. Oefening 1. Luister naar de vragen en antwoorden. 1. In welke straat is het appartement? In de Dorpstraat. 2. Op welke verdieping is het appartement? Op de 2e verdieping. 3. Hoeveel verdiepingen zijn er? 6. 4. Hoeveel slaapkamers zijn er? 3. 1 grote en 2 kleine. 5. Hoe ziet de keuken eruit? Er is een gootsteen, maar er zijn geen toestellen. 6. Hoe ziet de badkamer eruit? Er is een lavabo en een douche. 7. Is er een aparte wc? Ja, naast de badkamer. 8. Is er centrale verwarming? Ja. 9. Is er een lift? Nee.
10. Is er een garage? Nee. 11. Zijn alle kosten inbegrepen? Nee. Water, gas en elektriciteit moet u nog apart betalen. 12. Hoeveel maanden is de waarborg? 2 maanden huur. 13. Wanneer kan ik eens komen kijken? Morgenavond om 8 uur. Oefening 2. Kijk naar de steekwoorden en stel de juiste vragen over het appartement. 1. In welke straat is het appartement? 2. Op welke verdieping is het appartement? 3. Hoeveel verdiepingen zijn er? 4. Hoeveel slaapkamers zijn er? 5. Hoe ziet de keuken eruit? 6. Hoe ziet de badkamer eruit? 7. Is er een aparte wc? 8. Is er centrale verwarming? 9. Is er een lift? 10. Is er een garage? 11. Zijn alle kosten inbegrepen? 12. Hoeveel maanden is de waarborg? 13. Wanneer kan ik eens komen kijken? Oefening 1. Kijk naar het spelbord en luister naar de zinnen. 1. De kleerkast staat in de slaapkamer. 2. De matras ligt in de slaapkamer. 3. De stoelen staan in de keuken. 4. Het bed staat in de slaapkamer. 5. De tafel staat in de eetkamer. 6. De nachtkastjes staan in de slaapkamer. 7. De gordijnen hangen in de woonkamer. 8. De spiegel hangt in de badkamer. 9. De koelkast staat in de keuken. 10. Het fornuis staat in de keuken. 11. Het tapijt ligt in de woonkamer. 12. Het t-shirt ligt in de slaapkamer. 13. De jas hangt in de eetkamer. 14. De broek ligt in de badkamer. 15. De handschoenen liggen in de woonkamer. 16. De schoenen staan in de eetkamer. 17. De muts hangt in de slaapkamer. 18. De kousen liggen in de badkamer. 19. De hemden hangen in de slaapkamer. 20. De sjaal hangt in de keuken. Oefening 2. Kijk naar het spelbord en de steekwoorden en maak een zin met staan, liggen, hangen. Oefening 1. Kijk naar het spelbord en luister naar de zinnen. 1. Er staat een kleerkast in de slaapkamer. 2. Er ligt een matras in de slaapkamer. 3. Er staan stoelen in de keuken. 4. Er staat een bed in de slaapkamer. 5.
Er staat een tafel in de eetkamer. 6. Er staan nachtkastjes in de slaapkamer. 7. Er hangen gordijnen in de woonkamer. 8. Er hangt een spiegel in de badkamer. 9. Er staat een koelkast in de keuken. 10. Er staat een fornuis in de keuken. 11. Er ligt een tapijt in de woonkamer. 12. Er ligt een t-shirt in de slaapkamer. 13. Er hangt een jas in de eetkamer. 14. Er ligt een broek in de badkamer. 15. Er liggen handschoenen in de woonkamer. 16. Er staan schoenen in de eetkamer. 17. Er hangt een muts in de slaapkamer. 18. Er liggen kousen in de badkamer. 19. Er hangen hemden in de slaapkamer. 20. Er hangt een sjaal in de keuken. Oefening 2. Kijk naar het spelbord en de steekwoorden en maak een correcte zin met staan, liggen, hangen. Luister naar de dialogen. 1. Goedemorgen. 2 tickets naar Mechelen, alstublieft. Heen en terug? Ja. Dat is 29 euro. Op welk spoor vertrekt de trein naar Mechelen, alstublieft? Op spoor 3. Hoe laat vertrekt de trein? Om 9:15. Moeten we ergens overstappen? Nee, het is een directe lijn. Dank u wel. Goeie reis. 2. Goedemiddag. 1 ticket naar Mechelen, alstublieft. Heen en terug? Nee, enkel. Moet ik ergens overstappen? Ja, u moet overstappen in Gent. Hoe lang moet ik daar wachten? 20 minuten. Dank u wel. Tot ziens. Luister nog een keer naar de dialogen en zeg mee. Oefening 1. Kijk naar de situaties en luister naar wat de reiziger zegt. 1. 1 ticket naar Mechelen heen en terug, alstublieft. 2. 1 ticket naar Mechelen enkel, alstublieft. 3. Op welk spoor vertrekt de trein? 4. Hoe laat vertrekt de trein? 5. Moet ik ergens overstappen? 6. Hoe lang moet ik daar wachten? Oefening 2. Kijk naar de situatie en reageer gepast. 1. Eén ticket naar Mechelen heen en terug, alstublieft. 2. Eén ticket naar Mechelen enkel, alstublieft. 3. Op welk spoor vertrekt de trein? 4. Hoe laat vertrekt de trein? 5. Moet ik ergens overstappen? 6. Hoe lang moet ik daar wachten? Luister naar de dialogen. 1. Excuseer meneer, mag ik iets vragen? Jazeker mevrouw. Stopt u in de buurt van het ziekenhuis? Nee mevrouw. Welke bus moet ik dan nemen voor het ziekenhuis? Bus 21. 2. Is dit de bus naar het ziekenhuis? Ja, dat klopt.
En waar moet ik afstappen? Er is een halte aan het ziekenhuis. Kunt u mij verwittigen als we daar zijn? Ja, dat is goed. Gaat u daar maar zitten. Luister nog een keer naar de dialogen en zeg mee. Oefening 1. Kijk naar de situaties en luister naar de vragen. 1. Welke bus moet ik nemen voor het ziekenhuis? 2. Stopt u in de buurt van het ziekenhuis? 3. Hoe laat vertrekt de bus naar het ziekenhuis? 4. Waar moet ik afstappen voor het ziekenhuis? 5. Kunt u mij verwittigen? Oefening 2. Kijk naar de situaties en stel de juiste vragen. 1. Welke bus moet ik nemen voor het ziekenhuis? 2. Stopt u in de buurt van het ziekenhuis? 3. Hoe laat vertrekt de bus naar het ziekenhuis? 4. Waar moet ik afstappen voor het ziekenhuis? 5. Kunt u mij verwittigen? Oefening 1. Luister naar de vragen en antwoorden. 1. Wat moet ik met de lamp doen? Zet de lamp maar op het bureau. 2. Wat moet ik met de spiegel doen? Hang de spiegel maar boven de schoenkast. 3. Wat moet ik met de kussens doen? Leg de kussens maar in de driezit. 4. Wat moet ik met de kapstokken doen? Hang de kapstokken maar in de kleerkast. 5. Wat moet ik met het cd-rek doen? Zet het cd-rek maar naast de kast. Oefening 2. Luister naar de vraag, kijk naar de foto's en de steekwoorden en geef de juiste instructie. 1. Wat moet ik met de lamp doen? Zet de lamp maar op het bureau. 2. Wat moet ik met de spiegel doen? Hang de spiegel maar boven de schoenkast. 3. Wat moet ik met de kussens doen? Leg de kussens maar in de driezit. 4. Wat moet ik met de kapstokken doen? Hang de kapstokken maar in de kleerkast. 5. Wat moet ik met het cd-rek doen? Zet het cd-rek maar naast de kast. Oefening 1. Kijk naar de tekeningen en de kamer en luister naar de instructies. 1. Hang het boekenrek naast de deur. 2. Zet de plant op de kast. 3. Hang de spiegel boven de kast. 4. Hang de lamp boven het boekenrek. 5. Zet de klok naast het boekenrek. 6. Zet het boek op de tafel. Oefening 2. Kijk naar de tekeningen en de kamer en geef de juiste instructie.
1. Hang het boekenrek naast de deur. 2. Zet de plant op de kast. 3. Hang de spiegel boven de kast. 4. Hang de lamp boven het boekenrek. 5. Zet de klok naast het boekenrek. 6. Zet het boek op de tafel. 1. Kijk naar de kamer en luister naar de beschrijving. 1. Er hangt een foto boven de lage kast. 2. Er staat een lamp naast de driezit. 3. Er ligt een boek op de salontafel. 4. Er staat een boekenkast naast de lage kast. 5. Er ligt een bril onder de krant. 6. Er hangt een lamp boven de salontafel. 7. Er ligt een tapijt onder de salontafel. 8. Er hangt een spiegel naast de foto. 9. Er liggen kussens in de driezit. 10. Er staat een plant naast de zetel. Oefening 2. Kijk naar de kamer en de steekwoorden en maak zinnen met er. 1. Er hangt een foto boven de lage kast. 2. Er staat een lamp naast de driezit. 3. Er ligt een boek op de salontafel. 4. Er staat een boekenkast naast de lage kast. 5. Er ligt een bril onder de krant. 6. Er hangt een lamp boven de salontafel. 7. Er ligt een tapijt onder de salontafel. 8. Er hangt een spiegel naast de foto. 9. Er liggen kussens in de driezit. 10. Er staat een plant naast de zetel. Oefening 1. Luister naar de vragen en antwoorden. 1. Waar moet de kleerkast staan? Zet die maar in de slaapkamer. 2. Waar moet de matras liggen? Leg die maar in de slaapkamer. 3. Waar moeten de stoelen staan? Zet die maar in de keuken. 4. Waar moet het bed staan? Zet dat maar in de slaapkamer. 5. Waar moet de tafel staan? Zet die maar in de eetkamer. 6. Waar moeten de nachtkastjes staan? Zet die maar in de slaapkamer. 7. Waar moeten de gordijnen hangen? Hang die maar in de woonkamer. 8. Waar moet de spiegel hangen? Hang die maar in de badkamer. 9. Waar moet de koelkast staan? Zet die maar in de keuken. 10. Waar moet het fornuis staan?
Zet dat maar in de keuken. 11. Waar moet het tapijt liggen? Leg dat maar in de woonkamer. 12. Waar moet het t-shirt liggen? Leg dat maar in de slaapkamer. 13. Waar moet de jas hangen? Hang die maar in de eetkamer. 14. Waar moet de broek liggen? Leg die maar in de badkamer. 15. Waar moeten de handschoenen liggen? Leg die maar in de woonkamer. 16. Waar moeten de schoenen staan? Zet die maar in de eetkamer. 17. Waar moet de muts hangen? Hang die maar in de slaapkamer. 18. Waar moeten de kousen liggen? Leg die maar in de badkamer. 19. Waar moeten de hemden hangen? Hang die maar in de slaapkamer. 20. Waar moet de sjaal hangen? Hang die maar in de keuken. Oefening 2. Luister naar de vragen, kijk naar de steekwoorden en geef de instructie met die, dat. 1. Waar moet de kleerkast staan? Zet die maar in de slaapkamer. 2. Waar moet de matras liggen? Leg die maar in de slaapkamer. 3. Waar moeten de stoelen staan? Zet die maar in de keuken. 4. Waar moet het bed staan? Zet dat maar in de slaapkamer. 5. Waar moet de tafel staan? Zet die maar in de eetkamer. 6. Waar moeten de nachtkastjes staan? Zet die maar in de slaapkamer. 7. Waar moeten de gordijnen hangen? Hang die maar in de woonkamer. 8. Waar moet de spiegel hangen? Hang die maar in de badkamer. 9. Waar moet de koelkast staan? Zet die maar in de keuken. 10. Waar moet het fornuis staan? Zet dat maar in de keuken. 11. Waar moet het tapijt liggen? Leg dat maar in de woonkamer. 12. Waar moet het t-shirt liggen? Leg dat maar in de slaapkamer. 13. Waar moet de jas hangen? Hang die maar in de eetkamer. 14. Waar moet de broek liggen? Leg die maar in de badkamer. 15. Waar moeten de handschoenen liggen? Leg die maar in de woonkamer. 16. Waar moeten de schoenen staan? Zet die maar in de eetkamer. 17. Waar moet de muts hangen? Hang die maar in de slaapkamer. 18. Waar moeten de kousen liggen? Leg die maar in de badkamer. 19. Waar moeten de hemden hangen? Hang die maar in de slaapkamer. 20. Waar moet de sjaal hangen? Hang die maar in de keuken. Luister naar de dialogen. 1.
Zo, dat is dan €4,56. Alsjeblieft. En 44 cent terug, alsjeblieft. Nog een prettige dag. Excuseer mevrouw, ik denk dat de rekening niet klopt. Ik heb een bon voor koffie afgegeven, maar de bon staat niet op het kastticket. Mag ik uw kastticket even zien? Zeker. Inderdaad, u hebt gelijk. U krijgt nog 50 cent van mij. Sorry. Het is niet erg. Bedankt. 2. €13, alstublieft. Excuseer, meneer. Ik denk dat de rekening niet klopt. Ik heb 1 pot mayonaise gekocht en er staan 2 potten op de rekening. U hebt gelijk, mevrouw. U krijgt nog €1,95 terug van mij. Sorry. Geen probleem. 3. Dat is dan €0,5. Alsjeblieft. En €3,5 terug. Alsjeblieft, meneer. Nog een prettige dag. Excuseer, mevrouw, maar ik denk dat het niet klopt. Ik heb te weinig wisselgeld gekregen. Inderdaad, u hebt gelijk. U krijgt nog €1 van mij, sorry. Het is niet erg. Bedankt. Luister nog een keer naar de dialogen en zeg mee. Oefening 1. Kijk naar het kastticket en de foto en luister naar het probleem. 1. Excuseer meneer, ik denk dat de rekening niet klopt. Ik heb een bon voor chips gegeven, maar de bon staat niet op het kastticket. 2. Excuseer mevrouw, ik denk dat de rekening niet klopt. Ik heb 1 blik soep gekocht en er staan 2 blikken op mijn kastticket. 3. Excuseer mevrouw, maar ik denk dat het niet klopt. Ik heb te weinig wisselgeld gekregen. Oefening 2. Kijk naar het kastticket en de foto en formuleer het probleem. Luister nog een keer. Luister naar de dialogen. 1. Met Ria van Dam. Goedemorgen, mevrouw van Dam. U spreekt met Koen Marijnissen. Wij hadden een afspraak voor morgen om naar de slaapkamer te komen kijken. Maar ik kan niet, want ik moet werken. Kunnen we onze afspraak verzetten? Geen probleem. Past overmorgen voor u? Ja, dat is goed. Overmorgen om 6:30? Dat is prima. Tot dan, mevrouw van Dam. 2. Met Janine. Dag Janine, Karin hier. Alles goed? Ja hoor, en met jou? Niet zo goed. Ik heb griep. Oei, dat is niet zo best. Zeg Janine, wij hadden een afspraak voor donderdag om te gaan zwemmen. Maar ik voel me echt niet goed. Kunnen we onze afspraak verzetten? Geen probleem. Past zaterdag namiddag voor jou? Ja, dat is goed. Ik ben thuis vanaf 2:00. Oké, tot zaterdag dan. Oké, tot dan en veel beterschap. Bedankt, Janine. Dag. Luister nog een keer naar de dialogen en zeg mee. Oefening 1. Luister naar de zinnen en vragen. 1. Wij hadden een afspraak voor dinsdag om naar de studio te komen kijken. Maar ik kan niet, want ik moet naar de school van mijn dochter. Past woensdag voor u? 2. Wij hadden een afspraak voor morgen om naar de kast te komen kijken. Maar ik kan niet, want ik moet met mijn zoon naar de dokter. Past overmorgen voor u? Oefening 2. Kijk naar de steekwoorden en maak een zin en een vraag. Luister nog een keer.
Oefening 1. Luister naar het verhaal en omcirkel de juiste conjunctie als je hoort. 1. Maria heeft een afspraak met de dokter. Ze kan niet gaan. 2. Ze kan niet gaan. Ze heeft geen babysit. 3. Haar babysit Anna kan niet komen. Ze is ziek. 4. Anna is ziek. Ze heeft geen koorts. 5. Maria belt naar haar moeder. Die kan komen. 6. Haar moeder kan komen. Ze is vandaag thuis. Maria en Anna gaan nu samen naar de dokter. Oefening 2. Luister nog een keer en controleer je antwoorden. 1. Maria heeft een afspraak met de dokter, maar ze kan niet gaan. 2. Ze kan niet gaan, want ze heeft geen babysit. 3. Haar babysit Anna kan niet komen, want ze is ziek. 4. Anna is ziek, maar ze heeft geen koorts. 5. Maria belt naar haar moeder en die kan komen. 6. Haar moeder kan komen, want ze is vandaag thuis. Maria en Anna gaan nu samen naar de dokter. Oefening 1. Luister naar het verhaal en omcirkel de juiste conjunctie als je hoort. 1. Carlos heeft een afspraak met zijn vriend Pedro. Hij kan niet gaan. 2. Hij kan niet gaan. Hij moet zijn vrouw helpen met de afwas. 3. Hij moet helpen met de afwas. Hij is gisteren verjaard. 4. Hij is gisteren verjaard. Er staan 100 glazen in de keuken. 5. Carlos belt naar Pedro. Pedro komt helpen. 6. De afwas is groot. Met 2 gaat het snel. Carlos en Pedro gaan nu samen op café. Oefening 2. Luister nog een keer en controleer je antwoorden. 1. Carlos heeft een afspraak met zijn vriend Pedro, maar hij kan niet gaan. 2. Hij kan niet gaan, want hij moet zijn vrouw helpen met de afwas. 3. Hij moet helpen met de afwas, want hij is gisteren verjaard. 4. Hij is gisteren verjaard en er staan 100 glazen in de keuken. 5. Carlos belt naar Pedro en Pedro komt helpen. 6. De afwas is groot, maar met 2 gaat het snel. Carlos en Pedro gaan nu samen op café.